volg je hart en ga vloggen. Ja. Oh, hello, Christy. Hello, darling. Ah, bye. Nou, echt verschrikkelijk. Dus, de oplossing, Sabine en Prosecco. Ja. Zoals je het misschien kan horen, zijn we best in stage 1. Oh my god. Goedemorgen. Het is maandag. Leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe weekvlog. Heel gezellig. Ik moet vandaag werken. Maar ik ga nu toch eventjes alvast ergens anders zitten dan thuis, want ik kan me thuis niet concentreren, dus dan kan ik daar mijn vlog editen van vorige week. Wees jezelf deze week, jongens, because if you're not yourself, then who are you? Vraag jezelf dat af. En ik heb even geen einde meer, dus... Oh, hello, it's me, Madam Christy. And I'm not looking in the camera, because I'm feeling I'm... too posh for that. Lookie van de dag. Bril is van I Love Vintage. Denim jasje van Marbles Vintage. Net als de denim broek. En deze shirt is, dit shirt is van Bas Koster. Staat op weet ik veel. Hij is super leuk. En al best wel oud. Ik heb hem heel lang. Maar I love deze graphics. Kloesloosje. Nike's. Super loose bag. Dus het is denim wit zwart lookje. Joehoe. Goedemorgen. Het is dinsdag, ik had echt een groot mogelijke moeite om mijn bed uit te komen. Ik word gewoon kreupel wakker of zo. En dan... ik ben denk ik nog steeds helemaal moe van die aantal weken cognitieve belasting. En ik denk thuiswerk dag vandaag of ik ga even naar een andere locatie om gewoon daar te typen. Maar het is eigenlijk alleen vooral typewerk vandaag. Dus dat kan ook thuis natuurlijk. Want ik hoef geen cliënten te zien of zo. Dus dat. Ik heb al wel koffie op, maar ik lust er nog wel een. Kokkerellen tipje van de week. Ik maak het eigenlijk altijd als gourmetten. Maar ik dacht, ik ga het ook een keer willen brand proberen. Het is ananas met kaas eroverheen. Dat hoor je dan eigenlijk te grillen en te bakken tegelijkertijd. Maar dat kan natuurlijk niet in de pan. Maar het lukt wel aardig eigenlijk. Dus super lekker. Dus gewoon ananas met gemolten kaas. Jammer, jammer. Kijk eens wie er thuis is. Yay, ik ben thuis. Yay. Wat ga je koken? Ik ga niks koken. Wel. Gaat wel koken. Jawel, ik heb... Ga salade maken, er valt niks te koken. Oké, dat bedoel ik, maar dat gaan we eten vanavond. Kijk, lekker! Dankjewel, Moppie. Lekker, hè? Oh, Christy moet ook even zeuren. Hey, torretje. Ja. We gaan, altijd als wij gaan eten, gaat ze meteen zeuren. Om de knuffels. Hé? Hey. Goedemorgen, het is woensdag. Ik moet nu opschieten, ik moet naar stage. Ga ik ook een keer heen in plaats van thuis werken. Wat ga jij vandaag doen? Ik ga eerst werken en dan naar school. Ja, en ik ga na stage moeten sporten. Zo geen zin in, nu al niet. En daarna ga ik uit eten met Ar en Sabine en Johanna. Yay. Outfitje van dag. Bril, palet, kalfhuis lookje verder. Broek, shirt. En loofertjes van We Are Vintage. Oh ja, en natuurlijk een kleurig horloge. Zo, lekker lookje. Voel me er goed in. En weer thuis. Ik ben ook zo'n dodo, hè. Want ik heb gewoon mijn koffie laten staan hier vanochtend op de... Dus ik had gewoon geen koffie. Echt zo stom. Ik had vanochtend zo'n zware ochtend op stage. En ik wilde gewoon janken eigenlijk daarna. Maar het ging helemaal niet goed. Ik werd ontzettend voor het blok gezet. En ik had helemaal geen voorbereiding daardoor mogelijk. En moest toen in de vergadering allemaal dingen doen die ik helemaal... dat gevoel had ik precies dit. En dat ging dus ook niet zoals ik wilde. Dus daarna wilde ik gewoon eigenlijk wel janken. Maar daarna heb ik een heel goed gesprek gehad met mijn stagebegeleider. En die was super lief. En we hebben me onderzocht wat er nou eigenlijk onder ligt. Dat ik constant het gevoel heb dat ik niet goed doe. En dat ik niet geschikt ben. Maar, en dat ik het gevoel heb dat zij dat denkt. Maar dat is niet zo. Dus jee, ik kan er weer tegenaan. En vorige week lukte het natuurlijk verslagentype heel slecht. Maar de verslagen die ik wel opgetypt, die gingen best wel goed, zei ze. Dus I'm happy. Ik kom gelukkig wel fijn en blij thuis. En daar is lieve Chrisje. Hey. Ja, poppetje. Hé, hey, dag schatje. Ze stond al heel lief te wachten bij de deur. Doeg liefie. I love you. Lookje van de avond. Bril is van cheapassbrillen.nl. Sorry, ik heb die nou niet bedacht. Dit shirtje, je ziet het bijna niet door het lichtval, is van de weekday. Hij is doorschijnend. Love it.
Deze is van Wild Vintage. Broek is van... Hij is uit Groningen. Oh ja, Groningen. Recessie heet die vintage winkel. En loafers zijn van de Zara. En deze clutch heb ik ooit gekregen van Sophie. Is van de Monkey. En dit armbandje komt van Belgie Boutique uit Keulen. Heel chic lookje voor het uit eten met Sabine, Johan en Arma. Die zien er allemaal altijd super mooi uit. Dus hallo, ik moet wel even dressing up. Oh my god, we zijn beland! Ja! En 3, 2, 1, dit is de ontvlogging van Simone. De stagiair van Sabine. En hier is AR. Eerste keer dat ik het goed zeg. Johanna, wist je, kennen we al natuurlijk. Hey, je bent er ook! Yes! Oh my god, toetje time! Vertel eens even, wat hebben we dit keer? Hetzelfde, hè? Crep. Een key lime curd. Een nog een parfum. En een chocolade brownie. Oh ja! En een bitterkoekje. Dankjewel voor deze aanvulling. En weer op weg naar huis. Was echt zo leuk. Zo gezellig. Goedemiddag! Het is wel eind van de middag. Het is donderdag. Ik ga nu eventjes nog koffie drinken met Sabine. En daarna heb ik intervisie van de Cordaan. In Cordaan. En daarna moet ik even naar de Albert Heijn dingetjes doen. En dan is er een restaurantopening waar ik heen ga met Michael. Dus daar vandaar dit lookje. Want het moet natuurlijk wel een beetje fabulous zijn. Lookje van de dag. Bril is van Vintage. Ik weet niet precies waar dat vandaan. Deze is van Marbles Vintage. Broek is van Recessie uit Groningen, ook een vintage winkel. Loafers are from Topshop. Deze is van ASOS, maar heb ik vintage gevonden. Lekker lelijk. Maar ja, hij is niet lelijk bedoel ik, maar lelijk dat het daar hing. En deze clutch is van een merk dat ik niet ga uitspreken. En die past dan heel mooi bij me. Loafers, kijk maar, allebei. Een soort van zwart glimmend. Dus dit is het. En hij is een beetje sexy, dit lookje, want... Aan de zijkant is hij open. Dat onze vriendschap begonnen is 2 jaar geleden. Nee, die is niet 2 jaar geleden begonnen. Nee, oké, maar... Nee, dat klopt. In januari... Sabine wil graag wat leuks zeggen, jongens. Zeg oh, we zitten er al op. Ja, ik wil iets meegeven. 7 januari 2015 is onze vriendschap begonnen. Want toen kwam ik bij jou binnen als Nylester. Ja. Wat een mooi licht hebben we hier. Het ziet er goed uit. Jeetje. Maar er is vandaag een foto online gekomen van ons. Nee, niet online, maar van Facebook herinnering. Ja. Ik moet hem even zoeken. Ik wil wel even zeggen, even jouw volgers toespreken. Dat je altijd, jij zegt altijd heel mooi aan het begin van de week dat je jezelf moet zijn. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk dat je je hart volgt. Ja. Het is heel belangrijk. Leef je eigen leven en volg je hart. Dat is wat ik wil zeggen. En deze foto, ik weet niet of je het kunt zien, deze foto is van jong ons zijn we daar nog. In het Savati Park. Super fijne, oh happy day was dat. Echt hè? Ja, precies, dat was precies, toevallig is dat dus precies 2 jaar geleden. Klopt. Echt, my god. Maar onze vriendschap is wel januari 2015 begonnen, maar ja. Hier gingen we wel echt, zeg maar, de diepte in. Ging het hard, daar, ja. Ik denk dat daar de best friendship is. Yes, yes. Inderdaad. Ja, okay. Zeker. We zitten trouwens bij de school. Heel leuk. Heel lang geleden. Echt hè? Volgens mij was het vlognummer, I don't know anymore. Ja. Hallo, weet je niet eens welk nummer dat was? Hallo, dat was vlog nummer 2. Gisteren wisten we trouwens niet meer welke toetjes we moesten bestellen, want we wisten dat we daar eerder hadden gegeten. Toen hebben we een vlog van mij teruggekeken, waarin we dus bij Bartak zaten. En toen hebben we ontdekt welke we moesten bestellen. Zo handig. Eigen leven opnemen. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Ja, echt zo handig. Volg je hart en ga vloggen. Ja. Koop een camera. Nu bij de opening van het restaurant. Ik al. En ik ben met Loren. Ik vroeg net aan hoe noem je jezelf? Ze heet Liora. Ja. Ik kom er ook uit bij jou op Facebook, wat het nou is. En toen zei ik, Lore toch? Nee, heel lelijk. Heel lelijk. Kijk hoe mooi ze eruit ziet. Ze is een touch of gold. En ik ook een beetje, maar zij helemaal. Oh mijn god, wie hebben we daar? En daar! Oh, je zit dichtbij, sorry. En daar de hostess. Ja! Oh my god, gouden pizza! Wat is het? Gewoon pizza met tomaat. Ja! Joehoe! Ja! Ja.
Goedemorgen! Het is vrijdag. De week is weer voorbij. Ik zit bij Sabine, dat hadden jullie misschien al gezien. Hey. Kijk haar telefoonhoesje. Hoe leuk, Barbapapa. Yes. En we hebben net een stop-motion video opgenomen met mij in haar kleding. Superleuk. En we hebben een sollicitatie gehad met iemand die gaat werken voor ons misschien. Superleuk ook. Heel. Zo'n lekker productief dagje hoor. Yes. Yes. We hebben een hele dag samen. Ja, oh, love this. Lookje van de dag. Ik heb een bril op van Plat. En deze is van het Kaafhuis. Deze is van de King Schip uit Parijs. En mijn lovertje van André. En Sabine. Oh. Stickers van de H&M. Bril is van Fuckshop. Ketting is van Golden Noodle. Sabine staartjes. Jasje, handmade, custom made. Ja, heerlijk die. Bij mijzelf. Yes. Badpak, ook van Sabine Staartjes. Rok uit Barcelona. Legging Sabine Staartjes en wedges van de H&M. En we gaan nu naar Dijksma PR. Klopt. Oh my god! Waar zijn we? Weet ik niet. Bij de Soho, schat. Staat je hal. Bij Dijksma Communicatie ging het best wel leuk. Dat was heel leuk. En daarna ging het down south. We gingen daarna naar een nieuw restaurant opening. Boy Boy heet het, maar het was echt... Nee. We gingen gewoon echt zo rechtdoor weer weg. We zijn niet naar binnen gegaan. En toen kwamen we bij de Secret Garden opening, maar te vroeg. Dus mochten we niet naar binnen, moesten we weer naar buiten. Nou, echt verschrikkelijk. Dus... De oplossing, Sabine en Prosecco. Ja. Ja, ja. En de vraag was een glas of een fles? Een fles. We need it. Ja. Kijk nou, schattig. Met die Barbie Papa, maar die, ja. Dat is de derde keer in beeld vandaag. Ja. Maar hij is zo leuk. Jij bent ook heel leuk. Je bent ook voor de derde keer in beeld. Heerlijk. Michaeltje is er ook. Yay. En dit is Lars. Hallo. Ronde 2. Hey. Ronde 2. Dankjewel, Lars. Goedemorgen. Het is zaterdag en ik ben bij Waterkant met Michael. We gaan even snel bijten. En daarna heb ik een peeling bij Dermacare. Zo leuk hier. Heel gezellig. Oh my god, kijk, dit is zo leuk. Ja. Dus mij valt het wel mee hoe rood ik ben. We zijn even op let. Michael is daar een nieuwe bril aan het fixen. Nee, ga ik wachten. En we zijn in het Wild Fashion Center. We waren net gezellig bij Bas daar binnen. Maar ik wil daar niet filmen, want hij gaat donderdag een show geven, want volgende week is Fashion Week. En ik wil niet filmen natuurlijk wat hij gaat maken of heeft gemaakt. Maar we hebben dit mee als outfit. Ja, ja. Zoals je het misschien kan horen, zijn we best in Station Y. Oh my god. En het is de laatste keer. Allerlaatste keer. En we hebben ons even uitgedost natuurlijk. Ja, queen. We zijn met Jos van Bellen mee opgesteld. Ik laat even de outfit zien. Even een schermpje naar beneden. Kijk. Hoedje, sluier, alles. En een split. Michael the Unicorn. Superleuk. Inmiddels 5:30, super moe. Maar Joost gaat nog 1 nummer draaien. Alle DJ's volgens mij draaien 1 nummer bij alle DJ's. Joost gaat andere hazes draaien, bloed, zweet en tranen. Dus dat gaan we nu nog even kijken en dan kunnen we naar huis. Laatste sensation zit er dan op. In the time.
zondag. Ik heb echt geen energie meer gewoon. Ik heb geen half acht erin. En het is nu kort over 12 naar mijn werk. Maar ik ben echt dood gewoon. Ik had al een paar korte nachten hiervoor ook gehad. Ik moet echt even gewoon 3 weken bij slapen eigenlijk. En weer thuis. Ik kan niet meer, maar ik heb nog wel even lekker citroentaartje voor ons gehaald. Lekker, lekker. Ook voor die zure meid. En we zijn Orphan Black aan het kijken. Dus dat is even de serie tip van de week. Ja. Oh, hello, Christy. Hello, darling. Bye. Zondagavond op de bank. Ik ben thuis gewoon van werk. Ik heb gewoon alleen nog maar series lopen kijken. Ik kan echt niet meer. Zo. Maar ik moet wel de volgende afsluiten, want het is zondagavond en ik moet hem nog gaan editen. Dus bedankt voor het kijken, liefjes. Doe je duimpje omhoog. I love you guys. Ik zie je volgende week. Met meer slaap. En